Dag, ik ben David. Hoi, ik heet je Noah. Oh, Elian hier. En ik ben Julia. Welkom bij een nieuwe serie aflevering van Lotus Sessional. Vorig jaar hebben veel mensen gekeken. Wij gaan ons best doen om dit jaar nog leuker te maken. Zeer interessant voor kinderen uit groep 8 en iedereen die onze school wat beter wil leren kennen. Dat kan ook hopelijk live op 12 januari tijdens onze open middag en avond. In deze eerste aflevering spreken we met de hoofdconciërge en meneer Pater van de Mediatheek. Julia en Jenoa zitten tijdens godsdienst en jij maakt het mee. Kijken we bij de workshop fotografie met Gerco. Elan haalt zijn kluisje leeg. Goedendag, ik ben van de Zandschulp. Ik ben hoofdconciërge hier in de locatie Amersfoort. Mijn werk bestaat uit het faciliteren van de normale gang van zaken in de school. Dus alles netjes, alles aanwezig, papieren en noem het allemaal maar op. En wij ontvangen de leerlingen 's morgens en we registreren de te laatkomers die er zijn. Dat is in het kort even weergegeven wat de conciërge doet in het Van Lodestein. Ik ben meneer Pater, ik ben mediathecaris hier, verantwoordelijk voor de mediatheek. Hier kun je boeken lenen, zo hebben een hele grote collectie boeken, dus kom hier gerust eens kijken. We scannen je pas, we scannen de boeken en het is allemaal geregeld. Hallo, ik ben Gerco en we gaan hier in deze gymzaal even kijken, want daar is een workshop fotografie. Dit zijn soorten foto's die we gaan maken vandaag. We leggen de nadruk een beetje, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar dit zijn allemaal zwart-wit foto's. Je mag straks, als je het voor elkaar krijgt, mag dat, maar dat hoeft niet om je camera in zwart-wit te krijgen. En het zijn ook vrij donkere foto's, hè? Hebben jullie wel eens op je schermpje getikt als je foto maakt? Dan kun je ook zo tikken en dan komt er vaak zo'n haakje te zien. En daar gaat hij je camera op scherp stellen en ook op belicht, maar er zit vaak ook zo'n zonnetje bij. Zo'n zonnetje kun je omhoog schuiven, omlaag schuiven of links naar rechts. Als je dat zonnetje naar links schuift of naar omlaag schuift, dan wordt de foto donkerder. Dat kan heel erg meehelpen om zo'n foto te maken waarvan de camera zelf denkt, oeh, dat vind ik wel heel donker, maar wij vinden dat mooi. De fotograaf die lesgeeft is Geert de Jong en heeft hier ook op school gezeten. Maak groepjes van 3. Eén van jullie pakt een lampje. Mannen, één van jullie pakt een lampje. Eén van jullie pakt een telefoon. In het donker met alleen een lampje en een camera worden de mooiste foto's gemaakt. Hier enkele leuke resultaten. Wat gaan we doen? We hebben hier de kennisvragen van kerkgeschiedenis, hoofdstuk 1, Justinus Martyr. En wij weten allemaal waarom die martyr genoemd wordt. Waarom? Juist, omdat hij martelaar was. Daarom heeft hij deze naam gekregen. Bij godsdienst zijn we bezig met de kerkgeschiedenis. We zijn bij hoofdstuk 1 en dat gaat over Justinus Martyr. Dan maken we de vragen. Kennisvragen. Ja. En we lezen met z'n allen het boek door, de tekstboek van de kerkgeschiedenis. Dan hebben we ook Bijbelse geschiedenis. Bijbelse geschiedenis zijn we bij de schepping, bij Genesis 1, hoofdstuk 1. We komen hier vanaf de Hoge Kleinweg. Hier is het parkeerterrein voor de auto's van het personeel van onze school en het horenleven. Wij gebruiken meestal de ingang aan de andere kant van de school. Dit is de garderobe. Daar kun je jas op hangen. Die bidon in mijn kluisje. Hier is de sleutel.
week de tweede aflevering van Veel Stationaal.